Degene die als eerste raadt hoe duur deze auto is, mag hem hebben. 1250 euro. 75.000. 1000 euro. Deze mensen zijn nog wel even bezig. En dat komt goed uit. Want in deze hele video geef ik nog veel meer dingen weg. Van klein naar groot. En dat doe ik in samenwerking met AirUp. We beginnen met de kleinste prijs. Namelijk, als u raadt hoe duur dit is, mag u het hebben. Oh, blijf trouwens kijken, want verderop in de video vertel ik jou hoe je een PlayStation 5 kan winnen. Dus blijf kijken. Voor 1, 75 cent. 17 cent. 30 cent. Oké, welk merk is het? Page. Page. 50 cent. 96 cent. 65 cent. 35 cent. 57 cent. Oh! Jij zei 50, jij zei 65. Weet je wat, jullie mogen hem hebben. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ik gun hem jullie. Dankjewel. En ook de kleine man. Ja, daar kun je het voor gebruiken. Ja. Voordat we verder gaan met de volgende prijs, eerst even kijken hoe het met de auto gaat. 12,5. 12,5 euro? Nee, 12.500 euro. Mag ik het nummer wat zien? Ja, die hebben wij ook tactisch afgeplakt. Ja, u bent niet van gisteren. Nee. Maar u ruikt wel heel lekker, moet ik toegeven. Dankjewel. Beautiful. 1300 euro. Helaas. Dit gaat nog wel even door. Dus gaan wij inmiddels kijken naar de tweede prijs. Cool shot zo. Ja, ik weet ook niet waarom die tussen de limoenen ligt, maar ik vond wel cool. Want zoals jullie weten is het mijn missie om mensen meer water te laten drinken. En daarom ben ik, naast de eigenaar van Charlie's, ook fan van AirUp. Wat AirUp precies is, vertel ik later. Eerst even kijken of mensen weten hoe duur zo'n fles is. Meneer, als u kan raden hoe duur het is, mag u het hebben. Oké, ik ga mijn best doen. Bidonnetje. Het is een fles? Gewoon water, ja. 27,50. 6,25 euro. Helaas. Oh, pindakaarsen. Alleen die fles, hè? Nee, maar er zit ook allemaal die pot zit. Ik denk 65 euro. Nee, nee. Jawel, jawel. Doe eens normaal, man. Ja, deze hebben gewoon een fles bij zich. Vond ik grappig. Ik kan geen Hollanders. Ah. Guten Tag. Guten Tag. Fijne dag. Fijne dag. Oh, dit is een drinkfles. 15 euro. 35. Hoeveel? 35. Nou, dat klopt. Oh, yeah. Gefeliciteerd. Nou, wat heb je nou gewonnen? Dankjewel. Ben je er blij? Ja. Goed, dus zo werkt het spelletje. Door naar het grotere werk. Ik weet echt niet, 30 euro of zo? Nee, meer. Wacht, ik wil het niet. 30. 40. Ik weet het echt niet. 64 euro. 95 euro. 119. 170 euro. 200 euro. En dit ging nog wel even door. Maar gelukkig was er na heel veel mensen eindelijk iemand. Mark, jij bent de expert. Ja, jij weet het. Kijk er goed naar. Als hij 12 uur meegaat en zijn flip 6 en hij is waterdicht, dan denk ik dat hij rond de 120, 25 zit. Gok 122. Je gokt 122? Ja. Gok 122. Gefeliciteerd. Ah! Is het serieus? Ja. Nee, het is precies 122 euro. Nee, dat kan niet. Jawel, ik zweer het, nee. Oh man, ik zit om te trillen. Goed gedaan, Mark. Oh ja, jij kan trouwens een PlayStation 5 winnen. Dan moet je wel even goed opletten, maar daar vertel ik je straks meer over. Ik heb er twee. Dit ding is zwaar, man. Gewoon muscle gain gewoon. Oké, ik was een wc-rol, AirUp fles en een JBL speaker verder. Maar die auto, hè, schiet dat een beetje op? Er zit een Lamborghini motor in. Ja, meneer, als u raadt hoe duur deze auto is, mag u hem hebben. Nou, dat is toch makkelijk. Nou, wat gaan die kleppen? Wil ik open hebben? Ik weet niet hoe ik dat ding open krijg. Ja, zie je dan. Binnen en de buitenkant van de auto wordt onderzocht. Oh, hier. Kijk, hup. Mag ik weten, de batterij en zo, hoe oud zijn die? Hey, ik heb geen flauw idee. En er zijn geen olielekken hier? Ik denk niet dat er olielekken zijn. Nou, en weet je ook de capaciteit van die motor? Ik heb geen flauw idee, meneer. U zet me helemaal voor het blok hier. Keurige kofferbak. Ja, ook al goed zo. Niks mis mee. 870 euro, hè? Euro, ja. Dus ja. Helaas hartstikke 800. Fout. Nou, ik kan niet zeggen hartstikke fout, net fout. Hoeveel denk je? 1600. Dat is helaas niet goed. Helaas. Ben je al auto rijden? Wat denk je nou zelf, man? Zeg het maar. Bas. Nou, nee, oh, je wilde mijn naam niet het bedrag. Weet jij een autogarage of zo? Plus wel is een auto, ja. 2249 euro. Dat is helaas niet goed. 95.000? Nou, daar koop ik wel een iets mooiere auto voor. Als er 95k was geweest, dan had dit er gestaan. Als jullie raden hoe duur deze auto is, mag je hem hebben. Hoeveel denk je? 1500. Nee, helaas. Ja? Nou, jammer. Ja. Two airbags, I think. Yes. Oeh, dus, deze man is goed aan het analyseren. It looks like you are an expert. No, just... It's a... Just a pretending. Yeah.
$4,500, something. That's not correct. Oh, okay. I'm sorry. Yeah, you're welcome. Maar hij zit er nog niet tussen. Nee. Die auto leek nog wel even te gaan duren. Dus ik ging ook nog even op zoek naar iets makkelijkers. Dit is misschien ook wel cool. Een DVD-houder. Wat is dit? Ventilator doen, maar een beetje... Ik voel die niet echt. Dit zijn wel allemaal coole CatCats. Ken je die CatCats? CatCats? We zoeken een beetje coole gadget. Heb je Apple-producten? Apple-producten, ja. Zeker. Ja? iPads, bro. Een iPad, bro. Deze graag, de 9e generatie iPad. Die oudjes zien het verschil toch niet. Ja, ik hoor je denken, Calvijn, oudjes? Waar heb je het over, man? Welkom bij de bingo! Dan komen ze allemaal binnen waggelen. Ik kan ook wel op die film morgen. Nee, u heeft niks te verbergen. Ik heb niet. Nee, ik heb wel. Meneer, bent u er klaar voor? Ja. Ja. Gaat hij is al 93, hè? 93? Hij is al karate. Ja! Wow, jeetje. Zo, die zag ik even niet aankomen. Maar vind je het wel leuk dat ik er ben of vind je het eigenlijk irritant? Had ze maar op tijd door, want gewoon met de taxi terug. Oh, er moet wel wat tijd zijn. Oké, tijd om deze strijders aan het werk te zetten. Deze iPad kan straks van één van jullie zijn. Het enige wat jullie hoeven te doen is te raden hoe duur die is. Kijk, hier mag u straks het bedrag gewoon opschrijven. Ja? In euro's, niet in guldens. 6 gigabyte. Ja, dat is wel bepalend voor de prijs. Hè? Dat bedoel ik. Jullie mogen allemaal wat opschrijven. Is dit nou een wilde gok of is het een... Wilde gok. Ja? In de tussentijd heb ik nog een cadeautje voor jullie allemaal. Uit blijk van dank dat ik jullie kostbare tijd mag verspillen. Ja, kostbaar. Oh, nu ineens iedereen... Is er iemand die weet wat het is? Een drinkflessie. En niet zomaar een drinkflessie, want Airup geeft je water smaak. Door niets meer dan geur. Mevrouw, u wilt wel even proberen, hè? Hoe moet ik nou dan doen? Zuigen. Dat was vroeger. Ik denk van appeltjes. Door de verschillende geurpots lijkt het dus alsof je water smaak heeft. Maar eigenlijk herkennen je hersenen de geur als smaak en drink je dus puur water. En? Ja, het is anders als water. Zonder suiker en zonder toevoegingen. Check de eerste link in de beschrijving om jouw eigen fles en geurpots te halen. Is er een winnaar? Ja, dit duurde nog wel even, dus ik ga je wat tijd besparen. De iPad was €349 en deze vrouw heeft hem gewonnen. Gefeliciteerd, mevrouw! Vonden jullie het gezellig? Yeah! En na deze extreem spannende middag was het dan eindelijk tijd voor... De auto. Oh, nee. Eerst nog even dit. Jij kan namelijk kans maken op deze Legendary PlayStation 5. Het enige wat jij hoeft te doen om kans te maken op deze PlayStation is door te raden hoeveel deze PlayStation ter waarde van €460 kost. Dat was een knap staaltje comedy. Laten we eerlijk zijn, je kan gewoon googlen hoeveel een PlayStation 5 kost. Dus ga het even anders aanpakken. Als jij kan raden hoe duur deze hele video was om te maken. Alles bij elkaar. Cameraman, PlayStation, al die spullen. Dan maak je kans op de PlayStation 5. Je mag zo vaak commenten als je wil. Degene die het dichtst erbij zit of een van de mensen die het exact goed heeft, die wint deze PlayStation. Succes! En dan nu. Daar stond ik dan, midden op straat, met mijn prachtige auto. Ging iemand dan eindelijk een keer het goede bedrag raden? €869. €950. 1750. €1850. Is dat je definitieve antwoord? Ik denk het. Wat is je naam? Zubida. Zubida, dat is hartstikke goed. Je hebt deze auto gewonnen. Hou op. Geniet ervan. Is het serieus? €1850. Nee! Kijk hier, alsjeblieft. Dankjewel. Ik weet toch niet wat je het hebt gedaan, hè? Ja, ik weet nooit zo goed wat ik op zulke momenten moet zeggen. Maar... Bij mannen huilen is nooit handig. Maar je stelde ook goede vragen. Ik ben getrouwd geweest met de automonteur. Oh, nee, dan moet je me teruggeven. Ja! Wow, jeetje.